Oh, wacht. Deze in mijn kop. Hallo iedereen en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik een Shein shoplog doen, plus een try-on. Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb besteld op Shein of Shein? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Ik heb op Shein/Shein, ik weet echt niet hoe ik het uitspreken, maar ik ga nu even Shein zeggen, want dat is makkelijker of ik vind dat leuker om uit te spreken. Dus ik had een paar kledingstukken besteld op Shein. Alles is besteld op 1 mei en er is al iets binnengekomen. En we zijn vandaag 4 mei, dus dat heeft ongeveer 3 dagen geduurd. Dat is echt heel snel. Wat ik allemaal besteld heb zijn 5 blouses, zo van die crop tops. En 1 kleedje. En het kleedje is al binnen. De rest moet nog binnenkomen. Dus wanneer dat binnenkomt, dan ga je er ook zeker unboxen in dezelfde video als deze. Want nu heb ik maar 1 kledingstuk dat al binnen is. Maar zij... Wat wilde ik zeggen? Dus dat wil ik even allemaal zeggen. Die andere kledingstukken zijn ook in een pakket verzonnen. Dus die komen waarschijnlijk ook binnenkort al aan. En ik kan niet wachten om het te openen. Ik heb dit al geopend. Ja, ik kon echt niet wachten. Maar... ik zal het er al uithalen. Dat is zo'n rood kleedje. Hier zal een foto in beeld komen. En ik ga dat nu open doen. Oké, de stof voelt eigenlijk echt wel goed aan. Alleen ik zie hier al een draadje. Zo ziet het kleedje eruit, wacht ik even. Zo ziet dat kleedje eruit. Dat is echt wel een heel mooi kleedje. Alleen hier zo bij dat touwtje hangt een draadje los. Dus dan moet ik eens kijken hoe ik dat het beste kan fixen. Want dat is wel een beetje vervelend. Ik weet, ja, waarschijnlijk zien jullie dat niet van zover. Maar hier hangt dus ergens een draadje los. Dus dit is het kleedje. Voor de rest ziet dat er wel heel goed uit. Het lijkt wel een beetje doorzichtig of zo, zodat dat doorschijnend is. Ik weet niet, ik kan daar gewoon doorkijken. Oké, ik ga die nu eens passen en dan zie je nu de aandelen. Oké, ik heb het kleedje aan. Ik vind het echt wel een heel mooi kleedje. Kijk, hier ben ik echt heel tevreden mee. Alleen, die ritsen wat vind ik dicht. Ja, nu is die dicht. Oh, die is echt wel mooi. Oh, ik vind die echt heel mooi. Deze achterkant. Deze voorkant. Ik dacht eerder dat het te klein zou zijn. Ik kreeg dat niet over mijn hoofd. Maar dit lukt. Oh nee, die vind ik echt heel mooi. Hier ben ik echt heel tevreden mee. Oké, dus ja, eigenlijk komt alleen dit kleedje binnengekomen. De rest komt dus binnenkort binnen. Dus dan laat ik dat aan jullie zien wanneer het binnen is. We zijn vandaag 10 dagen verder en mijn pakketje is aangekomen. Dus ja, ik ga nu samen met jullie unboxen en let niet op mijn haar. Ik heb die net gewassen, dus daarom zijn die nog nat. En ja, ik heb echt zin om te unboxen. Die is net geleverd, echt zo 5 minuten geleden of zo. Laten we maar open doen. Oké, ik ben heel excited. Wow. Oh my god. Kijk dan. We gaan beginnen met het eerste. En dat is een regenboogtop. Het is allemaal zo'n van die plastic zakken. Dat is echt wel leuk. Alleen een beetje plastic verspilling, maar oké. Oké, als eerste heb ik hier het topje. Oké, volgens mij is die wel kort. Dat is dit topje. Regenboogtop is echt wel heel mooi. Alleen ik denk dat die heel kort gaat zijn. Dat vind ik niet leuk. Want kijk. Ja... valt nog wel mee, denk ik. Oké, dus die gaan we nu even passen. Oké, dus zo ziet de regenboogtop eruit. Ik vind de kleuren echt heel mooi. Echt super fel in zomers. En dan vind ik echt super mooi bij mezelf staan. Ja, voor de rest ben ik er echt heel tevreden mee. Je kunt ook zo die bandjes verstellen van het topje. Dus dat is ook super tof. En ja, ik dacht dat die veel korter ging zijn. Dus qua lengte vind ik die nog echt wel goed. Ik dacht dat die tot hier zo ging komen, ik weet niet. Dus ik ben er echt heel tevreden mee. Als volgende heb ik hier een tie-dye topje. Oké, ik ga het zo.
Of zo een t-shirtje. Oh, zo ziet het eruit. Het is echt mooi. Alleen die lijkt zo'n beetje doorzichtig of zo, ik weet niet. Niet oké. Dat is dit topje. Ja, crop topje. Het is echt wel mooi eigenlijk. Oh my god, echt super leuk. Dan komen nu ook de aanbeelden van dit topje. Deze tie-dye top vind ik zo iets minder of zo, ik weet niet. Want die zit hier heel strak in mijn armen. En als ik mijn armen omhoog doe, dan komt dat ook heel hard naar boven. En dat wil ik niet. Dus die had ik misschien een maatje groter moeten nemen. Maar voor de rest vind ik die wel heel mooi. Ik vind die kleuren zo heel mooi. En je ziet hier zo die vorm. Dat is al door en daar kan ik ook niet echt tegen. Maar voor de rest is die wel helemaal in orde. Als volgende zie ik hier gewoon een zwart blouseje. Ik heb die ook in het wit. En het is ook een top. Hier. Ja, eerder een crop top gewoon. Oké. Dat is dit blouseje. En die heb ik ook in het wit. Dus ja. Dat is deze. Eigenlijk is die niet heel speciaal. Maar ik vind het wel een heel dikke, leuke stof. Dus dan schijnt ook niet door. En dat is wel leuk. Ja, ik weet het niet door. Dus ja, ik vind het echt heel mooi. En dan komen nu ook weer de aanbeelden. Deze top zit echt perfect. Die zit zo niet te strak rond mijn middel zoals bij die tie-dye top. En die zit ook bij mijn armen heel goed. Daar ben ik echt heel tevreden mee. Wat ik dus zei, deze top heb ik dus ook in wit. En ja, ik ook gewoon hetzelfde denk ik als die zwarte top. Alleen ik denk dat het misschien een beetje doorzichtig gaat zijn, want dat ziet er zo doorzichtig uit. Ik weet niet. Ja, dat gaat doorzichtig zijn denk ik. Soms omdat dat niet doorschijnt, maar ik zie mijn hand hier wel door. Maar ik denk niet zo vuil. Dus ik hoop dat dat niet doorschijnt. Dat zou echt heel stom zijn. Maar dan komen nu ook weer de aanbeelden van dit topje. Oké, deze top is precies hetzelfde als die zwarte top. Alleen het schijnt die heel klein beetje door. Echt een heel klein beetje. En je ziet hier zo die dingen die je ook bij die tie-dye top zag. Wat minder is. Maar voor de rest ben ik wel super blij mee. Als laatste heb ik deze roze top. Roze, ik bedoel geel. Deze vind ik echt heel mooi, die kleur. Kijk daar. Dat is zo'n topje. Oké, die vind ik ook heel mooi. Alleen ik denk dat hij heel open gaat zijn ofzo. Dus dan moet ik er nog iets onderaan doen, want daar kan ik anders niet tegen. Maar deze vind ik echt heel mooi. Ik vind ze eigenlijk allemaal super mooi. En dan komt ook weer het aanbeeld van het gele topje. Dan als laatste heb ik deze top, die gele top. En die vind ik ook echt heel mooi. Alleen niet zo luchtig en los. Dus stel je voor ik zo naar voren buigen, kun je echt zo alles zien. En dat is zo het enige nadeel. Dus ik denk dat je het beste kunt gebruiken voor als je naar het strand gaat. En dan een bikini aan hebt of zo. Maar voor de rest vind ik die wel heel leuk. Zo schattig. En ik vind die kleur super mooi. Echt heel mooi. Dat is zo'n heel mooie gele kleur. Dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video een dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei!